Beste kijkers, op zaterdag 14 november 2020 wordt het de Wallyfeest gevierd. In verband met dit mooie feest wordt er op donderdag 12 en op vrijdag 13 november een praalwagenoptocht georganiseerd. Wilt u alles weten hierover? Moet u even blijven kijken. Het doel van deze praalwagenoptocht is dit keer uh, een beetje anders. Hè? Omdat we uh, wegens die COVID-maatregelen, we die normale optocht die we hadden bij Dewali, dan niet uh, meer gaan lopen met mensen met die vakkels, dan hebben we gepland om dit keer alleen die uh, praalwagenoptocht te doen. Een maand geleden is uh, er een idee gekomen van de voorzitter van de organisatie die meedoen uh, om dit te. Uh, doen op zo'n manier wegens de COVID-maatregelen, uh, omdat we niet veel mensen bij elkaar uh, moeten brengen, dan uh, is er een, uh, was er iets in de planning van de voorzitter en dat hebben we uitgewerkt en vandaag uh, zijn we zover om dat te organiseren. So, het unieke van deze optocht is dat we die dewi Deutas en, uh, uh, helemaal versierd gaan zitten in die praalauto's, zodat uh, de mensen kunnen genieten. Ze hebben een Kijk op, hun, uh, op de beelden die de goden afbeelden. En dat is het unieke ervan. Er is een route uitgestippeld. En uh, dat. Via de media, radio, social media en dergelijke. heb je die straten. Het start als ik het goed heb, in, uh, 7 uur. Bij RA en uh, Partyplay, Dat is aan de henry weg En dan en, uh, wordt gereden via die uitgestippelde route. En, en uh, die finish is weer bij de Era Party Place. Wij starten van hier, uh, van Era Party Place aan de Henry van Hannesweg. We hebben twee dagen die praalwagen uh, opdag. De. de eerste dag is van, vanuit de weg naar zee, gaan we omgeving Leidingen. En dan komen we weer terug hier. En de tweede dag gaan we van hieruit starten, van weg naar zee, Era Party Place, gaan we in richting Plain En dan komen we weer terug uh, in Wanica. En dan rijden we terug weer hier de is de overwinning van het goede op het kwade, van licht op de duisternis. En voor de hindoes is het een hele speciale dag. Vandaar dat wij dan met heel veel fanfare deze dag toewerken naar dingen die deze dag. Deze optocht hebben we traditioneel elk jaar gedaan. Dus dit, kan, dit jaar kan ook niet dingen misgaan. Maar gezien de covid maatregelen en dergelijke moeten wij op een andere manier een nieuw jasje. Wat de voorgaande jaren gebeurd is, is dat de president onze erige gast was. Dit jaar hebben we dan gemeen naar hem toe te gaan. Vandaar dat dingen die route is uitgestippeld naar het presidentieel paleis en dan weer terug. Het zou zeker mogen. Natuurlijk is het een vereiste dat u een, het een beetje moet dingen verlichten. En dan heb je een contactnummer. En als u contact maakt met dat nummer, die persoon, zijn er protocollen en regels. U krijgt een nummer enzovoort enzovoort. En dan, en dan mag u zeker meedoen. Natuurlijk men het met inachtneming van de COVID-regels. Want wij hebben die vergunning ge, gehad op basis van regels. En wij moeten dan ervoor zorgen dat het in een goede baan geleid wordt.